Thank you.
Een hele fijne zaterdagmiddag. Ja, het is super vet. Ietsjes later dan normaal. We hebben een gezellige sessie vandaag met de jongens van Working Titles. Boris Akkert en Robert van het Beeld. En ikzelf, Thomas van Heel. We gaan een beetje plaatjes draaien die we eigenlijk normaal gesproken niet per se draaien als we in de club staan. Of gewoon een beetje gekke dingen die we leuk vinden. En straks vertellen de jongens ook wat meer over hun label. Enjoy! Thank you.
Afvragen waar je afgelopen half uur naar geluisterd. Draaien deze jongens op dit moment alleen maar hun eigen plaatjes. En is dit een nieuwe unreleased van de Heroes of Frank. Thank you.
net een klein ambient dingetje van Travancore. En nu luisteren we naar Manuel Gorsing. Ik weet niet naar welke camera ik moet. Nachtlab Radio.
Radio Nachtlab. Radio Nachtlab. Ja. Hey Rob. Hey Thomas. Hoe is het nou, jongen? Ik heb een beetje pijn aan mijn heup. Ja, ik hoorde het. Was hij helemaal van je aangereden of iets in die geest? Ja, ik ben door een stoner toerist moest ik uitwijken. Toen knalde ik vol in een oud vrouwtje. Oké. Okay. Ook op de fiets. Best wel zielig. Maar Niemand is dood of zo? Nee. Oké, dat weet ik. Ja, mijn fiets is dood. Yeah. Oh ja, dat is ook wel zielig, daar niet van. Ja, je had net een nieuwe fiets, toch? Ja, net zelf oud racefiets helemaal opgeknapt. Oh, schraal. Zeer schraal. Toch net een beetje jammer. Maar ja. We zijn er. We zijn er. Ja. Live and kicking. En we zijn hier natuurlijk met een reden. Oh, vertel. Ja. Ja. Nee, ja, de reden dat ik jullie hier heb gevraagd. Give me a reason. Hey Boris. Boris zit er ook bij. Maar hij heeft geen koptelefoon op. Dus maakt niet uit. Hij hoort het niet. Gewoon lekker babbelen. Ik ben gewoon rebels, weet je. Ik hoef geen koptelefoon, joh. Mijn oren zijn kenkergoed. Zo. Niet schelden op de radio, jongen. Zaterdagmiddag, hè, Boris. Goed. Ja. Vertel. Nee, maar ja. Wij... jij hebt ons... Jij hebt ons uitgenodigd voor deze radioshow. Ik heb jullie uitgenodigd, want... Is je pantalon gescheurd? Mijn pantalon is gescheurd. Jongens. Ja, lekker bezig, ouwe. Maar vertel, nogmaals. Je had ons uitgenodigd. Even stick to the point. Ik heb jullie natuurlijk uitgenodigd, want... Ik ken elkaar nu al een tijdje en we hebben al aardig wat leuke dingen gedaan. Dus klaar voor de volgende stap eigenlijk. Klaar voor de volgende stap. Dus zeker. Samen radio maken. Gaat best goed. Dus nu wekelijks, zaterdag van 3 tot 5. Radio Nachtlab. Met Robert, Boris en Thomas. Nee, maar jullie weten dat ik het ontzettend vet vind wat jullie doen. En ik dacht, mensen weten het wel, maar misschien weten mensen het ook niet. Dus dan is zoiets als radio's een perfecte plek voor om daar een beetje over te kunnen lullen. Zeker. Jij maakt natuurlijk je eigen muziek onder Kaap. Yes. Boris onder Scott Franka. Maar jullie maken ook samen muziek. En jullie dachten van fuck, moeten we nou bij een label? Hoe gaan we dit uitbrengen? Wat gaan we hiermee doen? Eén ding is zeker, het moet op vinyl. Dus, fuck it. Jullie zijn een eigen label gestart. Ja, working titles. Zeker. Ja, om het een beetje vanaf het begin uit te leggen. Scott Franka hier naast me en ik waren natuurlijk al apart muziek aan het maken. En we hebben 5 jaar lang lopen ouwe hoeren over wat nou een beetje onze beste manier is om muziek te maken. En toen kwamen we op het punt dat we dachten van misschien moeten we het wel compleet improviseren from scratch. Dus eigenlijk niks voorbereiden, alleen maar machines aansluiten. Record aandrukken en gaan, als het ware. Al bouwende kom je dan op een track terecht. En kijken wat er gebeurt. Precies, kijken wat er gebeurt. Kijken of het überhaupt werkt, weet je. Ja. Want straks zit je te kloten en dan komt er helemaal niks uit. Ja. Maar het was wel een beetje een eureka moment. En daar is Working Titles, onze samenwerking, uit ontstaan. Ja. En net zoals de track die je nu op de achtergrond hoort, dat is een van onze eerste jams. Vertel je van wat jullie dus... Ik kan me nog heel goed herinneren, een jaar of 2 jaar geleden, dat jullie opeens op Facebook zetten: "Yo, we zoeken een bus." Ja, klopt. En iemand met een rijbewijs eigenlijk. Ja, zijn we met een Golf GTI naar Etten-Leur gereden. Ja. Ja. Met gewoon alle gear, toch? Ja, we zijn een weekje naar een huisje geweest, super creatief. En, super. Heel creatief. Heel creatief. Nee, gewoon alle spullen ingepakt en zo'n in een natuurhuisje en daar gewoon op de grond alles neergezet en muziek gaan maken. En daar is eigenlijk de eerste situatie gehercreëerd, want we zijn super romantisch begonnen op de slaapkamervloer van Robert. Dat klinkt zo vies en zo vies is het ook. De vloer was best vies. Nee. Ja? Gewoon een lekker tapijtje. Je rug ging gewoon naar de tyfus. Nee, maar daar zijn we begonnen met gewoon de vloer vol bakken. En dat hebben we eigenlijk gehercreëerd in dat huisje in Etten-Leur. Alpaca's in de buurt, fuck chill. Ja. Mooie beesten, fluffy. Ja. Fluffy en zacht. Ja, zeker. Ja. Nou, maar daar uit die week is dus een EP uitgekomen. En zodoende ook de act. En jullie hebben dat toen opgenomen en toen gedacht van, oké, we hebben nu tracks.
Ja, we hebben nu, we hadden iets van 5 of 6 tracks gemaakt. Dus we maken een label en dan zijn we meteen van een independent zijkant. Het eerste weekend ook, hè, toen we onder andere deze plaat dan hebben gemaakt. Toen hadden we zeg maar gewoon, we gingen er open in en we hebben gewoon op play gedrukt. En toen hadden we na dat weekend... Gewoon op play toch? Ja, nou ja, gewoon op play op de master klokapparaat. Oh. En toen gewoon al die bakjes gesynct. En toen hebben we real-time iets van 7-8 uur muziek gemaakt. Ja. Ja. En dat was echt een eye-opener. Van de jam die je nu hoort is letterlijk zo gestart zoals je hem hoort bijna. Misschien zit er geen minuutje voor. Nee, ja, precies. Jullie zijn geen track gaan bouwen. Dit is eigenlijk gewoon een snippet uit een 8 uur lange... Ah, maar dat is de grap, zeg maar. Dit is nooit van tevoren bedacht. Zeg maar, alles wat je hoort komt direct op dat moment eruit. Dus we hadden niet van, oh, dit geluidje moet dan, dat geluidje moet dan. Maar het is gewoon echt real-time, go, record. En daar hebben we gewoon een stuk uitgeknipt, wat je dan nu hoort. En hoeveel releases hebben jullie nu? We hebben er nu 2. Twee vinyls. Ja, precies. 3 releases op 2 vinyls, inderdaad. Waarom niet 3 op 3 dan? Omdat wij, dat is allemaal conceptueel verantwoord. Nee, we wilden 2 tracks per EP, maar we hebben bij de eerste EP hebben 4 tracks gedaan. Dus dan pak hem er even bij, hoor. ja. Precies, pak hem er even bij. Wij hebben een facemelter, heb ik zin in. Ja, die kunnen we zeker even opzetten om te laten horen hoe het is geëindigd. Onze interviewer die is lekker aan het zoeken naar de vinyl. Jij bent wel echt een top radiomaker, Thomas. Dan moet je wel echt even... Ik heb hem. Kijk, hij heeft hem al. Ik weet weer niet naar welke kaart. Waar is de camera? Maakt niet uit. Daar is er één. Daar is er één. Full perspective view. Ja, nou, dat is dus inderdaad de eerste plaat. Laat het even zien, jongen. Laat het even zien. Er staat op... Nou, ik kan dit niet je kan niet eens meer lezen. Nee. Hier staat voor Hayat. Club use only. Rob Meister Rob. Ja. Hayat for life. Boris. Ja. Nou, dat is dus de eerste EP geworden uiteindelijk. Ja. Ik zou zeggen, zet lekker een plaatje op. Ik moet wel even zeggen, die Die heeft het niet overleefd. Die stempel van jullie. Dus ja, ik weet eigenlijk helemaal niet. Doe maar lekker die kant. Nee, de rode kant. De rode kant, de zwarte kant. De rode kant is facemelter, toch? Ik weet het niet eens meer, joh. Jawel, zet het gewoon lekker op. De eerste van de rode kant. Eén van rood. Eén van rood, alstublieft. Graag, alstublieft, één van rood. Oké, ik denk dat we wel genoeg geluld hebben. Ja, we gaan weer lekker muziek draaien, jongens. Radio Nachtlab. Ik was nog niet klaar. Nee, maar doe maar weg. Working titles. Face melter. Thank you.
komt Boris even met een fucking vieze unreleased track van een vierde EP aan. Hoe heet die? Scene Politics. We'll be right back.
Thank you.
Radio Nachtla. We'll be right back.
We luisteren net naar Hinode, Complex Deep. En nu naar Aromatic Tasty. En Alex Salvador komt ook gezellig naar binnen wandelen. Hoi Alex. Zij hebben straks een radioshow, It's House Music. Nu nog even een paar cartoons, voordat we de radio ook
dikke track van... dikke track van Beautiful Swimmer, The Zoo. Nieuwe plaat van Upsemi, Robert. Oh ja! Vet. Ja, deze is nice. Alright, let's go. Nog 10 minuten.
Helaas was dat maar weer. Gaat toch altijd sneller dan je denkt. Volgende keer nog een keer. De laatste paar platen waren een nieuwe plaat van Bjarki. En
deze classic drive. Van Fotech, overigens. Moet er nog wel bij zijn. Tot volgende keer.